Ja, welkom bij Autisme TV in deze feestmaand, december. Een maand vol prikkels, zou je kunnen zeggen. Denk aan de kerstboom, aan de kerstverlichting. Maar denk ook aan de kerstverlichting op straat. En het kerstdiner met zijn geuren en zijn rumoer. Nou, normaal komt al die informatie via de zintuigen binnen en gaat dat allemaal vanzelf. Maar er zijn ook mensen die last hebben van dat soort informatie, van die prikkels. En daar gaat het wat minder goed en die krijgen daar last van. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Onderwerp is dan ook zintuigelijke informatieverwerking. En we hebben de uitzending opgedeeld in 3-4 delen, moet ik eigenlijk zeggen. Het laatste deel is het vragendeel. Maar daarvoor beginnen we met diagnostiek. Eigenlijk is dat een beetje de wetenschappelijke kant van diagnostiek. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. Deel 2 gaat over gedrag en de relatie met zintuigelijke informatie. En in het derde deel hebben we wat prikkelende kersttips voor u om de kerst te overleven. Maar we beginnen met de wetenschap. We hebben een hoop te vertellen. De start is met het onderwerp diagnostiek. Zintuigen binnenkomt, ja, die wordt niet door iedereen op dezelfde manier verwerkt. Geluiden kunnen te hard binnenkomen, licht kan te fel zijn, reuk kan te sterk zijn. En dat geldt vooral voor mensen met autisme. Daar komen best wel veel problemen voor als het gaat om prikkelverwerking. Maar hoe kom je daar nou achter? Hoe breng je dat nou goed in kaart? Nou, daar gaan we het in het eerste onderwerp over hebben. En dat ga ik bespreken met een gast aan tafel, Lisette Verhoeven. Ja, onderzoeker, gedragswetenschapper. Hoe omschrijf je jezelf het liefst? Allebei. Ja. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Laten we daar eerst even mee beginnen, die sensorische informatie. We hebben, ik heb even een plaatje gemaakt van de basis. Dit zijn onze 5 zintuigen, hè? Dit zijn in ieder geval 5 hele bekende zintuigen. Denk aan geluid, voelen, zien, horen, ruiken. Dat zijn hele bekende zintuigen, ja. Waarbij we weten dat veel mensen met A6 daar meer gevoelig voor kunnen zijn. Ja, maar er is meer dan dat, hè? Er is meer dan dat. Er komt meer informatie binnen. Ja. En dat noemen we ook zintuigelijke informatie. Ja. We hebben daar even een tweede dia van gemaakt. Ja. Dat zijn wat ingewikkelde termen. Ja. Wat mensen heel vaak niet zich ook realiseren, wat we net te zien krijgen, waren allemaal zintuigen waarbij informatie van buitenaf het lichaam binnenkomt. Maar er is ook heel veel informatie wat vanuit het lichaam komt en wat verwerkt moet worden. Denk bijvoorbeeld aan waar je lichaam zich bevindt in de ruimte. Als ik hier een kopje koffie had staan en die moet ik oppakken, dan gaat er heel veel informatie, wordt er vanuit mijn lichaam naar mijn hersenen gestuurd om te zorgen dat mijn hand zich goed richting dat koffiekopje beweegt. Dat is wat we noemen de proprioceptie. En ook dat hoort bij die zintuigelijke informatieverwerking. Ja. Er is heel veel over te zeggen. Hè? Daar is de tijd nu niet voor, want ik wil graag wat meer focussen op het onderwerp waarvoor je aan tafel zit. Nog even dit. Het onderwerp is wel steeds actueler aan het worden. Hè? Ja. Waar heeft dat mee te maken? Dat klopt. Nou, we weten eigenlijk al heel lang vanuit wetenschappelijke studies dat gevoeligheid voor zintuigelijke informatie of zintuigelijke prikkels heel veel voorkomt bij mensen met ASS. Niet alleen bij mensen met ASS, maar wel heel veel in deze doelgroep. En ik denk dat heel veel kijkers ook wel weten dat we sinds een tijdje werken met de nieuwe DSM, de DSM-5. Daarin is het onderscheid tussen Asperger, PDD-NOS en autistische stoornis verdwenen. Maar daarin zijn ook in de criteria de sensorische informatieverwerking is daarin opgenomen. Ja. Het is geen vereiste om de diagnose te krijgen, maar het is wel een van de dingen waar we nu naar kijken. Ja. En je merkt dat sinds het in die DSM-5 is opgenomen, er veel meer aandacht voor het onderwerp is gekomen. Ja, dat boeit mij toch wel. Dan denk ik van, die kenmerken waren daarvoor natuurlijk ook aanwezig. Waarom nu pas? Ik denk dat het een oploop is. Je ziet daarvoor, in de jaren daarvoor, al veel meer studies erover. Over hoe vaak komt het voor, hoeveel mensen hebben er last van. Dan op een gegeven moment is er zoveel bewijs dat het zoveel voorkomt, dat het opgenomen wordt in de criteria. En daarmee krijgt het een nog breder draagvlak. Het is ook een beetje een soort erkenning, hè, voor al die mensen die altijd wel die
problemen hebben gehad en nooit misschien serieus zijn genomen. Ja, ik kijk in de allereerste beschrijvingen van Leo Kanner zelf in 1943 volgens mij, ook daar beschreef hij al een klein jongetje die graag rondjes draaide, die daar plezier uit leek te hebben of die dingen kapot gooit op de grond puur vanwege het geluid dat het leek te maken. Ja. Dus eigenlijk weten we al vanaf het begin dat we aandacht hebben voor autisme en dat die sensorische gevoeligheid een rol speelt. Ja. Jullie zijn ook met dit onderwerp bezig, met de diagnostiek. Kan ik het zo samenvatten? We hebben op dit moment binnen Dr. Leo Kanhuis een tweetal wetenschappelijke studies lopen naar de sensorische gevoeligheid. Een van die studies die richt zich heel sterk op hoe kan het nou dat het zoveel voorkomt. We weten inmiddels dat het veel voorkomt. Uit studies blijkt zo'n 60-90% van iedereen met ASS heeft dit probleem. Maar we weten nog niet hoe. Dus dat is waar één studie zich op richt. Een andere studie richt zich specifiek op volwassenen met ASS. Daar zijn we in de diagnostiek nog een beetje zoekende naar goede instrumenten om een beetje beeld te krijgen. Hoe zit het met die sensorische gevoeligheid? En we zijn bezig om een goede Engelstalige vragenlijst te vertalen voor de Nederlandse markt. Ja, daar ga ik het zo nog even over hebben. Eerst nog even over dat eerste onderzoek. Hoeveel komt dat voor en hoe komt het nou dat mensen overgevoelig zijn? Hoe meten jullie dat? Wat we doen? Ja, we hebben ons daarin specifiek gericht op volwassenen met ASS. En we richten ons specifiek op het zintuig van het horen, het geluid. Dat is ook omdat we dat weten vanuit studies, dat heel veel mensen met ASS aangeven, juist van dat geluid heb ik zoveel last. En we hebben eigenlijk twee theorieën onderzocht hoe het zou kunnen komen dat volwassenen met ASS nou zoveel last hebben van geluid. Of harder horen waarschijnlijk. Ja, nou dat is dus het eerste. Ik heb wel eens mensen, want ik werk dus ook als gedragswetenschapper, en ik heb wel eens mensen in de spreekkamer gehad en zegt, het lijkt wel alsof ik het gras kan horen groeien. Zo van, dus ook zacht geluid hoor ik al. Nou, en dat is dus één theorie die we zijn gaan testen. Klopt het dat mensen met ASS al zachte geluiden, dus met een lager decibel, al horen? En de andere theorie die we toetsen gaat over, kunnen mensen met ASS net zo makkelijk wennen aan geluiden? Ik denk dat iedereen wel herkent dat je soms in je omgeving wat geluiden hebt waar je in eerste instantie aan stoort. Denk bijvoorbeeld aan een tikkende klok in de kamer. Maar na verloop van tijd hoor je dat geluid niet meer. En het idee is dat bij mensen met ASS dat wennen aan geluid, dat minder goed gaat. En nu de uitkomsten. Wat bleek? Ja, wat bleek? De uitkomsten hebben ons wel verrast. Want het bleek dat mensen met ASS niet zachtere geluiden al horen. En dat ze ook net zo snel als mensen zonder ASS kunnen wennen aan geluid. We zagen wel een sterkere lichamelijke reactie op het geluid wat wij aanboden. Wij hadden een neutrale toon en we hadden het geluid van een sirene. En we merkten wel dat ze lichamelijk er sterker op reageerden, maar ze wenden er net zo snel aan. Dus op een of andere manier komt dat geluid wel harder binnen? Het komt wel harder binnen. Ja. Ja, en dat is het dan. Hè? Verder onderzoek is nodig, zou ik al bijna zeggen. Ja, we zijn nog lang niet klaar. En we weten het nu nog steeds niet hoe het nou kan. Nee, dat, je kan dit wegstrepen. We kunnen dit wegstrepen. En gelukkig zijn wij natuurlijk niet de enigen in de wereld die hiermee bezig zijn. Er zijn ook heel veel onderzoekers. Die richten zich bijvoorbeeld op, is er misschien een verband met hoe gestrest iemand is. De lichamelijke stressbeleving. Ook daar lijkt het spoor een beetje dood te lopen. Dat ze zeggen, nou, daar zit geen verband tussen. Maar er zijn ook wetenschappers bezig met hoe het dan in het brein gaat, hoe de hersenen die prikkels verwerken. Ja. Ik ga even naar het tweede onderzoek, de diagnostiek. Die Engelse toets waar je het net over had, hè, die jullie vertalen, dat klinkt dan heel simpel. We vertalen een Engelse toets. Zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Nee, zo makkelijk is dat niet. Nee, daar zit heel veel werk in. Maar eerst even een andere vraag. Waar was er nog geen goed instrument? Nou, in ieder geval voor volwassenen met ASS ontbrak het op dit moment nog aan een instrument die ook bewezen was dat hij het goed deed. En die dan per zintuig, we hebben ze net in beeld laten zien, per zintuig aan kan geven van is iemand op dat zintuig nou overgevoelig of ondergevoelig. Want het kan best zijn, en dat weten we, dat mensen op sommige zintuigen overgevoelig zijn, maar op andere zintuigen juist weer ondergevoelig. En we hadden in Nederland op dit moment nog geen goed instrument die dat per zintuig in kaart bracht. Oké, en dit instrument kan dat? Dit instrument zegt dat te kunnen. Ja, en dat betekent dus dat je een veel scherper sensorisch profiel kunt maken van mensen. Je krijgt een doorkijkje per zintuig inderdaad hoe het bij die persoon zit. Het is niet dat je op basis van die vragenlijst meteen een
ja, het, de gouden standaard heb, zo zit het. Maar het kan wel een stukje in de puzzel zijn, ja, om het profiel, ja, helder te krijgen. Ja. Is die toets nu beschikbaar, ja, of hoe werkt dat? Nou, we hebben die vragenlijst inmiddels, dat heeft Marieke Kuiper gedaan, die nu ook bij de chat zit, in haar promotieonderzoek, waarin ik haar begeleid samen met professor Hilde Geurts. Die vragenlijst heeft ze inmiddels bij volgens mij iets van 150 mensen nu afgenomen, dus we zijn dat nu aan het analyseren. En als we die analyses hebben gedaan, we hebben de resultaten, dan willen we het eerst graag opschrijven. En dan daarna komt die gewoon wel beschikbaar. En we denken dat dat zo rond mei volgend jaar er zou moeten kunnen zijn. Maar dan is die ook in principe voor iedereen beschikbaar. Dan is die in principe of voor iedereen voor de beschikbaar. Ja, 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 ja. Nog even over die toets zelf. Wat voor soort vragen zijn dat dan? Hoe vraag je dat nou uit per zintuig? Ja, nou, de vragenlijst bestaat even uit mijn hoofd uit 42 vragen. Dus per zintuig zijn het 6 vragen. Mm-hmm. Die gaan dan over of je over- of ondergevoelig bent op dat zintuig. Ja, en dat kunnen vragen zijn. Die gaan bijvoorbeeld over, heb je je wel eens bezeerd zonder dat je de pijn erbij hebt gevoeld? Okay. We horen ook heel vaak terug van mensen, ja, ik heb overal wel blauwe plekken of wondjes, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik eraan kom. Dus daar gaat de vraag over. Er is ook een vraag die gaat over, heb je wel eens de neiging dat je gewoon zonder jas naar buiten loopt, terwijl andere mensen het daar veel te koud voor vinden? Ander gevoel van kou. Of warmte misschien? Warmte, nou, dat gaat echt om het voelen. Ja. Dus kan, ook een vraag. Ik zit even aan eten te denken bijvoorbeeld. Kan het zijn dat je helemaal geen honger voelt? Ja. Bijvoorbeeld, is dat ook een deel van sensorische informatieverwerking? Ja, daar is wat discussie over. Het hoort er wel bij, maar het valt niet in die 7 die we net hebben gezien. Dat je maar blijft eten, zou ik maar zeggen. Ja, dat is wel iets wat we heel vaak horen bij mensen met, ja, ASS, dat dat ook lastig is. Ja. Waar het meer gaat, als je het hebt over eten, gaat het ook over de beleving van het eten in je mond. Hoe dat eten aanvoelt. Hmm. En kan het ook, ik vraag zomaar hoor, kan het ook zo zijn dat je bijvoorbeeld koorts hebt en dat je dat toch anders voelt dan iemand die daar geen last van heeft? Die het gewoon, ja, voelt? Ja. Ja? Ja. Dan voel je de koorts dus niet, of je wordt niet warm of koud of wat dan ook. Ja, of je hebt niet door dat je... Zo complex kan het zijn. Zo dus, complex, hè, kan het zijn. Het gaat, ja, echt ook om het goed interpreteren van je lichamelijke signalen. Ja, ja, dat zijn er nogal wat dan. Ja, ja, dus je krijgt ongelooflijk veel prikkels binnen. Niet alleen van de omgeving die in je lichaam binnenkomen, maar ook vanuit je lichaam. Ja. Je krijgt heel veel prikkels. En dat vatten we allemaal samen onder dat sensorische informatieverwerkingssysteem. Ja? Klopt. Het is een boeiend onderwerp en er gaat volgens mij ook nog heel veel over verschijnen. Ik bedoel, je zei net al dat er talloze onderzoeken lopen, ja, in de wereld. Hè? Dus we kunnen nog de nodige resultaten verwachten, ja, en waarschijnlijk ook meer inzichten op termijn. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met dit onderzoek en misschien eventuele vervolgstappen. En wellicht zijn we geholpen met het instrument dat jullie ontwikkelen en draagt dat bij aan iets meer inzicht. Want dat zou wel goed zijn, denk ik, omdat veel mensen zich toch afvragen hoe het zit. Nou ja, wat je nu ziet in de praktijk is dat het heel veel aan de hand van gewoon een vraaggesprek met iemand wordt vastgesteld. En dan is het fijn als je dat wat kan verdiepen met een, ja, vragenlijst. Of andersom, als je nog niet in een gesprek bent met iemand, maar wel een vragenlijst afneemt om even te screenen van, is dit een onderwerp waar we misschien meer mee moeten? Ja, maar dan moet je wel eerst de relatie gelegd hebben. Ja. Het kan ook zo zijn dat je gedrag vertoont wat nog helemaal geen relatie heeft met, althans voor jou, met zintuiglijke informatieverwerkingen. Ja. Ja, en daarom is het fijn dat dit een vrij korte lijst is, die je, ja, wat makkelijk in kan vullen, waarin je ook wat makkelijker algemeen mee kan nemen, om het gewoon uit te sluiten van, ja, is dit iets, ja, wat we kunnen laten liggen, of is dit toch iets wat vaker aandacht behoeft. Ja. Oké, okay, nou, bedankt en succes met je onderwerp. Dankjewel. Take my hand.
I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Ja, deze video maakt goed duidelijk wat het betekent als informatie anders verwerkt wordt. En hoe dat dan uiteindelijk leidt tot gedrag. Want daar gaat het over in het tweede onderwerp. Aan tafel zit Cor Reuze, welkom. Goedenavond. Specialist, deskundige op het gebied van sensorische informatieverwerking. Hoe omschrijf ik jou? Ja, ik ben sensorische informatieverwerking docent bij STC-trainingen. Ik word gevraagd door het Centrum voor Consultatie en Expertise om te kijken. En ik ben dus eigenlijk SI-therapeut, SI-consulent, SI-adviseur. Maakt me niet zo uit welke term je erop plakt. Nee. Als we nu kijken naar die video van zojuist, hè? We zien dat jongetje. Jij hebt alle voorinformatie ook gezien, die prikkels die bij hem binnenkomen. Maar dat zien de omstanders niet. Die zien een jongetje wat daar gaat schreeuwen, huilen, op de grond gaat liggen. Ik kan me voorstellen dat de omstanders denken van, die moeder moet dat jongetje stevig aanpakken. Ja, door het filmpje hebben wij gezien wat het jongetje ziet en wat hij allemaal ervaart en wat hij voelt. En de omstanders zien alleen het eindresultaat van het stukje. En wat ik ook in het filmpje heel erg mooi vind om te zien, is eigenlijk dat de jongen al ontzettend zijn best aan het doen is voordat hij het eigenlijk niet meer redt. Hij stopt zijn dinosaurus weg, hij pakt de hand van zijn moeder, hij gaat zijn vingers bewegen en 2 keer tot 5 tellen of tot 10 tellen, dat weet ik dan niet wat hij doet. Dus hij doet al heel erg zijn best. En eigenlijk is vaak wat we zien het resultaat van iemand die al heel lang zijn best doet, maar het uiteindelijk niet meer volhoudt. Ja, en dat is tegelijkertijd natuurlijk heel ingewikkeld, hè? Je ziet gedrag. En vind dan maar eens uit dat het misschien een relatie heeft met een verstoorde sensorische informatieverwerking. Ja, dat is wat je ook eigenlijk niet altijd uit de vragenlijst kunt halen, maar waarvoor je echt moet kijken. Of waar je voor of een directe contact moet hebben, of aan de hand van videobeelden kunt gaan kijken. Welke reacties zie ik nou naar welke prikkel? Zeker wanneer er een vertraging nog een rol speelt, dan zie je soms een reactie 10 seconden later. Ja. En dan is voor ons vaak niet meer te snappen waar het vandaan komt. Nee. Ik wil nog even naar gedrag. Gedrag ontstaat, komt uit ons voort. Hoe zit dat precies in relatie tot andere systemen in ons lichaam? Is sensorische informatieverwerking een onderdeel daarvan? Welke informatie en welke prikkels stimuleren ons gedrag, veroorzaken ons gedrag? Het sensorisch profiel wat je hebt, dus hoe je sensorisch in elkaar, hoe je de informatie ontvangt op allerlei zintuigen, speelt natuurlijk al heel vroeg een rol. Ja. Maar het sensorisch is niet alleen hetgene wat een rol speelt. Nee, want dan krijg je ondertussen even naar het plaatje, want daar hebben we het even geprobeerd in beeld te brengen. Hè? Ja, we zien daar in ieder geval dat veel meer aspecten een rol spelen. En hier zijn er dan even een aantal genoemd. Nou, wat net al even gezegd werd, het fysieke. Wanneer je fysiek niet in orde bent, ervaar je de informatie anders. Maar ook de emotie die je geeft aan datgene wat je hoort of ziet en de ervaringen die je daarmee hebt, is bepalend voor hoe je die prikkel ontvangt. En dan kan het zijn dat als ik een muis zie lopen en ik heb daar ervaringen mee dat het enge wezens zijn, dat ik boven op de tafel spring en daar een hele sterke prikkel bij ervaar. Maar het kan ook zijn dat ik denk, ach, wat een leuk beestje is dat. En wat zal ik daar eens mee doen? Ja. Dus die emotie die je plakt op een prikkel, kan wel heel bepalend zijn. Ja. Hoe ontrafel jij die puzzel dan in de praktijk? Nou, heel vaak gebruik ik in ieder geval beelden om te kijken. En het moet eigenlijk een beeld geven wanneer het om het sensorische aspect gaat. Moet het een beeld geven, moet een consistent beeld zijn in wat je ziet bij iemand. En het is logisch dat iemand strategieën ontwikkelt afhankelijk van hoe die de prikkels ervaart. Kan ik niet tegen geluid, dan zou het kunnen zijn dat ik drukke ruimtes verlaat. Of dat ik nog meer geluid ga maken dan dat er in de ruimte is. Omdat ik daarmee alleen nog maar mezelf hoor en niet meer de anderen. Ja. Binnen het sensorisch profiel wordt wel heel vaak binnen mensen met autisme gekeken naar juist de zintuigen van het horen en het zien. En de andere zintuigen, het voelen, houding en bewegingsgevoel en het evenwicht, spelen denk ik ook een hele grote rol en zijn lang niet altijd overgevoelig. Ja. Dus ik kijk ook wel heel erg naar wat zie ik nou, hoe iemand zijn de problemen die hij tegenkomt vormgeeft en hoe die dat oplost. Dat doe je aan de hand van de video? Eigenlijk wat we net bij het jongetje zagen. Video dus. Kan ik dan, wat kan ik zien welke prikkels bij deze jongen binnenkwamen en hoe die daarop reageert? En dan laat je ouders een video maken. En dan probeer ik eigenlijk door de beelden te kijken die we net via de camera zagen. En dan kunnen ouders de beelden maken of begeleiders kunnen beelden maken. Of sommige kinderen filmen zichzelf een stukje, wat ook altijd heel erg leuk is om te zien. Omdat ze daarmee laten zien hoe zij naar de wereld kijken. Ik heb wel eens een jongen gehad. Ik zei, nou wil jij nou eens een stukje filmen? En hij pakte echt gewoon specifieke details in zijn slaapkamer die hij eruit haalde. En dat is hetgene wat hij zag en wat hij meenam. Dus
ik probeer naar het totale plaatje te kijken en ik geef betekenis en ik let ook vooral op welke strategieën. En wat veel mensen doen is natuurlijk wanneer gaat het niet goed. En ik kijk ook heel vaak op welke momenten gaat het wel goed. Dus op welke momenten lukt het iemand om prikkels wel vorm te geven, om daar wel mee om te gaan. En wat doet hij dan? Het jongetje hier in de film laat zien dat hij de hand van zijn moeder pakt. Hij neemt het initiatief om de hand van zijn moeder te pakken en dat helpt hem even nu niet voldoende, maar misschien op andere momenten wel voldoende. Dus zo kijk ik voortdurend welke strategieën dat is. En iemand die heel erg gevoelig is en niet aangeraakt wil worden, zal bijvoorbeeld als eerste de klas verlaten. Omdat hij dan niet in contact komt met de anderen. Of hij wacht tot iedereen weg is en gaat als laatste. Dus zo zitten er voortdurend strategieën gekoppeld aan hoe je sensorisch je informatie Ik hoor dan ook wel eens bijvoorbeeld casussen van een kind, een jongetje, dat heel erg bewegelijk is in de klas en die dat dan ook nodig heeft voor zichzelf. Ja. Om geconcentreerd te kunnen blijven. Wat is daar dan aan de hand? Ja, vaak heeft dat te maken met het evenwichtssysteem. En dan is hij zijn best mogelijk aan het doen om bijvoorbeeld er juist bij te blijven. Als een evenwichtssysteem wat minder gevoelig is en hij heeft wat moeite om zijn aandacht te richten, dan zou het kunnen zijn dat hij door in beweging te blijven dat juist in banen leidt. Je ziet natuurlijk heel veel kinderen met autisme, maar ook volwassenen met autisme, die door middel van bewegen proberen om te reguleren wat ze op andere zintuigen niet aankunnen. Dus het bewegen kan heel erg helpend zijn om je te focussen, om het wel te horen bijvoorbeeld. En dan moet je juist niet zo'n kind zeg maar fixeren en zeggen van en nou rustig blijven zitten. Nee, precies. Nee. En dan is het altijd een lastige keuze van hoe leer ik ermee omgaan. Bijvoorbeeld de bekende koptelefoons. Een hele klas vol koptelefoons is verbazingwekkend. Dat is eigenlijk niet kloppend. Want je moet leren omgaan met de geluiden die je te verwerken krijgt. Lukt het niet, dan kan in bepaalde situaties een koptelefoon met of zonder muziek helpend zijn, afhankelijk van het kind. Maar iedereen in de klas een koptelefoon is denk ik niet de oplossing van waar we tegenaan lopen. Nee, want je ziet die koptelefoon wel gaandeweg veel in het schoolbeeld, zou ik maar zeggen. Ja, en misschien wel te veel. Ja, en in de trein en op straat zijn er nog vaak mensen die hun muziekje luisteren. Dus daarmee sluiten ze zich ook een beetje af van hun omgeving. Dat kan helpend zijn in de klas. Mm-hmm. Maar wanneer je nooit de geluiden uit je omgeving Nou, eigenlijk wat Lisette net al zei, het adapteren van de prikkel. Wanneer ik nooit meer aan prikkels wen, adapteer ik ze ook niet meer. Dus dan gewen ik niet meer aan de prikkel. Dus dan moet je ook weer niet mee oppassen. Je moet er voorzichtig mee zijn. Ja. Dit is natuurlijk een, ja, ik zeg niet een nieuw onderwerp, maar het is wel een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Hè? Ja. Is er wel voldoende, hoe kijk jij daarnaar? Is er voldoende aandacht in de diagnostiek, in de behandeling voor dit soort relaties tussen gedrag en zintuiglijke informatie? Ja, er is natuurlijk een hele grote vraag naar mensen die willen kijken naar gedrag in relatie tot zintuiglijke informatieverwerking. Het gaat ook niet altijd om gedrag. Het is wanneer iemand het vorm kan geven en niemand heeft daar last van, dan vinden wij het toch geen storend gedrag. Wanneer het storend gedrag oplevert voor het kind zelf of de volwassenen zelf of de omgeving, dan hebben ze eigenlijk wel mensen nodig. En zijn er dan voldoende? Nou, gezien een aantal vragen die je krijgt, zou ik zeggen niet. Maar het is ook best lastig om, terwijl het eigenlijk relatief simpel is, want er zijn maar 7 zintuigen en je zou zeggen dat moet je uit elkaar kunnen rafelen, is alle complexiteit van al die andere aspecten die een rol spelen bij elkaar, maakt het zo moeilijk. Ja. Wat kan het dan zo zijn dat ik misschien wel last heb van geluiden die te hard binnenkomen, terwijl ik ze niet zo ervaar en ze wel mij storen? Ik weet niet of je ze dan niet zo ervaart. Als ze te hard binnenkomen en je blijft ze steeds maar horen, dan gaan ze je storen. Dus als je niet aan de prikkel wendt, Ik moest denken aan een jongetje wat bijvoorbeeld last had, die had ook gedragsproblemen, liet hij zien. En toen bleek uiteindelijk thuis dat er een aquarium in de kamer stond, waarbij dat motortje continu stond te ruisen. Ja. Maar dat jongetje kon dat zelf niet aangeven, dat de storende factor was. Ja, nee, het kan dus zijn dat geluiden die wij uitsluiten, omdat het iets gewoons, wanneer wij naast het spoor wonen, dan horen we op een gegeven moment de trein niet meer en dan sluiten we hem uit. En er zijn een aantal mensen waarvan bekend is dat ze het niet kunnen uitsluiten. En heb je dan de koelkast die de hele dag aanspringt, of de klok die tikt, of het aquarium waarvan het motortje loopt, dan kan het zijn dat die prikkel voortdurend de aandacht vraagt en dat het dus niet meer lukt om je aandacht op iets anders te richten. Ja. Er kijken ongetwijfeld mensen nu naar dit programma die denken van dat speelt bij ons ook in het gezin. Of ik heb een kind met, zou dat aan de hand kunnen zijn? Wat adviseer je dan?
kan dan nou, morgen op bellen de eerste en zeggen, plaats, doe mijn sensorisch onderzoek? Dat zou kunnen. Dan kun je de NSSI-lijsten kijken van zijn er therapeuten beschikbaar en kan ik die bellen. Dus dat is de ene optie. Maar ik zou vooral eerst ook zelf kijken met de kennis die je dan krijgt, of die nu een beetje ruimer wordt, van wat zie ik dan bij mijn kind of wat merk ik dan bij mezelf en wat doe ik dan onbewust. Nou, de mensen die gekeken hebben naar mij hebben mogelijk gezien dat ik voortdurend met mijn handen aan het bewegen ben. Dus ook ik geef mijn informatie en mijn alertheid vorm. Dat doet het kind ook. Dus ik zou ook vooral kijken, nou, op welke momenten gaat het dan goed? Op welke momenten lukt het kind om het vorm te geven? Ga zelf eens goed observeren. En eigenlijk liggen heel veel oplossingen die ik aanreik of adviezen die ik aanreik, haal ik uit de beelden die ik van het kind terugkrijg. Dus het kind kiest heel vaak een oplossing die dicht bij zijn mogelijkheden ligt. Alleen giet hij hem niet altijd in de goede vorm. Maar je moet wel vaak dicht bij de oplossingsstrategie van het kind blijven. Ja. En doet het kind door middel van bewegen, dan is dat waarschijnlijk een van de ingangen die je kunt gebruiken. De voorwaarden in de context moeten dan nog wel gecreëerd worden. Ja. Of het even makkelijk. Ja, we schieten door de tijd heen. Mooi verhaal, boeiend verhaal ook. We gaan er volgend jaar, dat hopen we, meer aandacht aan besteden ook. Wat specifieker in op dit thema. Ik wilde afsluiten met een filmtip. Jij kwam zelf met een fragment, of althans met een film waarvan je zei, daar zitten mooie stukken in die duidelijk maken wat ik bedoel. Ja. Van Temple Grandin. Ja. Waarom? Nou, Temple Grandin is op zich natuurlijk al een heel bijzondere vrouw, omdat zij uiteindelijk na alle worstelingen in haar leven in staat is geweest om ons duidelijk te maken hoe het bij haar werkte. En dat heeft ons heel veel geleerd. En ze laat in dit stukje film heel erg mooi zien hoe geluiden en hoe beelden verstorend kunnen zijn, geplakt aan haar eerdere emoties en haar eerdere associaties. En wanneer, het is echt een kersttip ook van kijk naar de film, als je dan toch voor gaat zitten, omdat je daar ook wel weer, zij laat uiteindelijk ook zien hoe zij op haar eigen manier ontdekt heeft, hoe kan ik dit nu vormgeven. Ja, en misschien nog even goed vertellen van die... Die koeien, ja. Ze heeft natuurlijk de squeeze machine, de hug machine ontwikkeld. En dat heeft ze geleerd eigenlijk. Ze zag koeien bij haar oom op de boerderij. Zag ze rustiger worden als ze een injectie kregen. Die werden tussen metalen frames gedrukt. En die druk maakte dat die koeien rustiger werden. En zij is het eigenlijk bij zichzelf gaan proberen. En ze merkte dat als ik me die stevige druk geef, dan word ik eigenlijk rustiger van. Dus zij bleek later, toen ze na heel veel wikken en wegen bij de universiteit kwam en lezingen moest gaan geven, merkte ze dat ze al wanneer dat kon, als ze maar eerst 20 minuten in de hukmachine had gezeten. Dus de stevige huk heeft wel degelijk een effect. En zij laat het eigenlijk in die film heel erg mooi zien. Tegenwoordig hebben we het squeeze-vest, hè? Dat lijkt er een beetje op. Ja. Ja. We gaan kijken naar een fragment van Temple Grandin. Oké, we zijn weer terug. Wat is er binnengekomen? Ik zag dat de chat zeer levendig was. Er is veel geschreven, gevraagd en opgemerkt. Ik heb hier een vraag. Komen problemen met zintuiglijke informatieverwerking alleen voor bij mensen met autisme? Nou, ik begin even met... Nee, dat is niet specifiek voor mensen met ASS. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij niet aangeboren hersenletsel. Maar er zijn ook wel meer andere psychiatrische stoornissen waarvan we weten dat het vaker voorkomt. Dus het is breder. Ja, ja. Kan hij bij iedereen dus. Ja. Ja. Zijn er al nieuwe werkboeken beschikbaar voor mensen met AS gericht op zintuiglijke informatieverwerking? Werkboeken, zeg je dat wat? Nee, zo niet iets waar ik denk wat ze bedoelen met het woord werkboek. Okay. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Dus er zijn veel boeken over zintuiglijke verwerking. Maar niet specifiek, tenminste ik ken niet een specifiek werkboek. Wat is jouw boekentip?
Ja, Olga Bogdasina heeft een heel erg mooi boek, leesbaar boek geschreven over allerlei bijzonderheden bij informatieverwerkingsproblematiek. Dus dat is wel een aanrader, vind ik zelf een van de mooie boeken. Zijn boeken, Tim? Nou, om even hierop aan te sluiten, want ik zag hem net in de chat ook binnenkomen, de vraag of we die kenden. En ik denk, de lijst van Olga Bogdasina is een hele bekende. En waarom we die niet gebruiken? Dat is inderdaad ook de eerste lijst die ik zelf wel gebruikt heb. Maar dat is dus zo'n vragenlijst die je goed kunt gebruiken in de praktijk. Ik vind hem wel arbeidsintensief. Maar daarvan is er geen onderzoek gedaan in hoe betrouwbaar die is. Okay. Dus dat is waarom we behoefte hadden aan een andere lijst. Ja. En de andere lijst waar ook naar gevraagd werd, die ook inderdaad heel bekend is, is de Sensory Profile, die wij ook heel veel gebruiken bij volwassenen. En dat is een lijst, daar zijn dan wel studies naar gedaan dat die betrouwbaar is, maar dan niet weer specifiek per zintuig. Dus die lijsten zijn bekend, maar ze hebben allemaal zo hun haken en ogen. Okay. Kan iemand op hetzelfde zintuig soms over- en soms ondergevoelig reageren? Kan het geluid de ene keer te hard binnenkomen en de volgende dag misschien weer veel te zacht? Dat kan. Het kan zijn dat iemand wisselend reageert. Waar je wel altijd rekening mee moet houden is of dat het gekoppeld is aan het anders reageren echt op het zintuig, of dat het heel erg te maken heeft met de alertheid van iemand. Dus hoe wakker die is, hoe gericht die is, hoe gespannen die is. Omdat je ook ziet dat prikkels anders binnenkomen wanneer je zelf veel meer spanning hebt. Ja. Kijken psychiaters ook naar de zintuigelijke informatieverwerking? Nou ja, ik denk ook dat het steeds meer gebeurt. En zeker als je psychiaters hebt die natuurlijk gespecialiseerd zijn in ASS. Maar of het heel breed ook standaard mee wordt genomen. Ja, want wordt het bij andere psychiatrische stoornissen wel meegenomen of niet? Is het alleen met autisme? Ik denk dat het zeker bij autisme steeds meer standaard wel gebeurt. Daarbuiten denk ik niet altijd standaard. Heel af en toe krijg ik wel de vraag. Ja. Ja, hoe is het met de zintuigelijke informatieverwerking? En dan is er toch ook een psychiater die die vraag kan stellen en die zegt, vallen met dingen op, zou je eens willen kijken. Oké. De rol van de kinderergotherapeut, is die meegenomen in de diagnostieke behandeling met de AS? Nou, de kinderergotherapeut heeft natuurlijk vanuit haar professie wel een aantal aspecten en krijgt er wel een beetje over te weten en horen ze er wel een stukje over. De ergotherapeuten die zich echt daarin specialiseren, die moeten dan de cursus, of die moeten maar... Dan is het goed dat ze de cursus sensorische informatieverwerking hebben gevolgd. Omdat dat eigenlijk noodzakelijk is, wil je grondig onderzoek kunnen doen. Ja. Dan nog een laatste vraag. Ja, medicatie. Kan medicatie helpen? Dat hoort eigenlijk misschien meer een vraag voor een psychiater te zijn, maar toch? Misschien wel. Je ziet wel dat die vraag vaak komt bij psychiaters en dat er soms dan ook wel medicatie wordt voorgeschreven. Want je kan met medicatie natuurlijk wel heel veel onderdrukken. We hadden het er net even over. De vraag is dan wel, welke medicatie kies je en wat wil je specifiek onderdrukken? Ja. Dus dat betekent eigenlijk wel dat het heel goed uitgezocht moet worden. Ja. Wil ik alle prikkels, wil ik alle informatie onderdrukken? Ja. Of wil ik meer invloed op de emotionele beleving van de informatieverwerking? En ik vind eigenlijk dat het altijd dan van tevoren goed ging. Als het gaat om de informatieverwerking onderdrukken van echte prikkels die je krijgt, dan moet je van tevoren goed onderzoek doen. Dan met de medicatie onderzoek doen en dan na de tijd nog weer een keer onderzoek doen. Dus altijd toch wel de check. Omdat ik toch wel mensen zie die een lijstje met medicatie krijgen waarbij je kunt afvragen wat de effectiviteit is. Ja, ik heb nog even één dingetje wat ik hier toevallig zelf in de chat zie. Want dat valt mij ook altijd op. Mensen met autisme die springen altijd wel graag op een trampoline, hè? Of is dat niet zo? Ja, nou, het gaat tot ver om te zeggen, iedereen moet trampoline springen, want dat is zeker niet zo. Maar het is wel zo dat het bewegen vaak een ingang is om de alertheid beter te reguleren. Dus om de voorwaarden om informatie te kunnen ontvangen beter te kunnen reguleren. Ja. Dus je ziet wel veel kinderen die, wanneer het allemaal even te veel is, willen springen. Of wanneer ze zich moeten voorbereiden op dingen die gaan komen, even moeten springen om het in banen te leiden. Ja. Maar dat kan ook met andere springstoeispelletjes. Het hoeft niet per se op een trampoline te zijn. Het kan ook met een kerstwandeling. Oké, nou, dan houden we het bij de kerstwandeling voor de komende weken. Bedankt voor jullie bijdrage, jullie boeiende verhaal. Succes alle twee ook in het vakgebied, zou ik maar zeggen. Dit was de laatste uitzending van Autisme TV dit jaar. We gaan volgend jaar weer door met nieuwe uitzendingen. Heeft u ideeën, suggesties daarvoor? Ze zijn welkom. Stuur ze via de mail of via Facebook. Ik wens u in ieder geval hele fijne, stressvrije feestdagen. En tot volgend jaar.